Giovanni Kort, hoe was het voor jou om weer terug te zijn op de Kromme Dijk? Ja, het was leuk inderdaad. Mijn eerste basisplaats bij NAC. Ja, het was heel leuk. Goede wedstrijd gespeeld. Dus, ja. En de winst natuurlijk, dat is belangrijk. Waarom werd het vandaag het verschil gemaakt tussen FC Dordrecht en NAC? Ja, ik denk op de juiste manier, de juiste momenten scoren. Ik denk dat wij, ik weet niet hoeveelste minuut het viel, de goal viel, maar ik denk dat dat de wedstrijd wel gemaakt heeft. En het was vooral een wedstrijd waar veel fysiek contact bij kwam kijken en alles. En uiteindelijk is het goed dat we hem over de streep trekken. Is het jou dan ook lekker om tegen een oude club te spelen? Ja, kijk, ik ken die hier natuurlijk veel mensen en zo, maar dat, ja, ik ken eigenlijk niet heel veel jongens meer die hier spelen. Dus het is gewoon een normale wedstrijd, zo benaderde ik hem gewoon. En het pakt goed uit. Wat mij opviel was dat er altijd aan jouw kant heel veel dreiging van jou uitging als jij de bal kreeg. Ja, klopt. Ja. Dat is mijn sterkste punt. En ging goed. Hoe valt het tot nu toe bij NAC? Ja, mooie, leuke club, zeker. Ik heb in het begin wat aanpassingsproblemen gehad. Zoals? Ja, ik had wat last van mijn bekken en van mijn SI-gewricht. En toen een tijdje eruit geweest met mijn lies. Dat had allemaal met elkaar te maken. En toen met goede begeleiding van NAC zijn we daar gewoon overheen gekomen en ik voel me nu heel te goed. Het viel me op dat je een paar keer ook liep te trekken, aan je rechterkant, bij je heup of bij je lies, of was dat meer toeval? Nee, ik kreeg een tikkie daarop, dus dat is niks aan de hand. Dus, Want nu is NAC een van de titelfavorieten, hè, voor dit seizoen. Ja, ervaren jullie dat zelf ook zo? Ja, tuurlijk. We moeten er gewoon met deze selectie moeten bovenin meedraaien. En dat kan je niet onder stoel of bank schuiven. Dat is logisch. Je zegt al, het is jouw eerste basisplaats. Wat mogen we van Giovanni Korte verwachten dit seizoen bij NAC? Dat ik heel belangrijk ga zijn voor NAC en dat we zo hoog mogelijk gaan eindigen. Succes wensen. Dankjewel.